Hallo! Porno. Is dat erg? Porno. Is dat erg? Porno, vagina's. Oh, de porno geeft... Porno, dat heeft echt... Ja, en wat ik hier ook nog wel in wil zeggen... Samen porno. Samen porno. Geregeld porno kijken. Van even die... Even die... Gewoon porno. Aan de porno. Porno aan. Hallo! Wij zijn Anne. En Laila. En wij zijn de seksologisch V. En vandaag... gaan we de vraag behandelen... Ik kijk porno. Is dat erg? Ik kijk ook porno. Is dat erg? Dit is best wel een vraag waar heel veel mensen mee zitten. En ik denk ook omdat het een beetje nu tegenwoordig, omdat mensen zich zo afzetten tegen de porno. Omdat het, we hoeven allemaal geen porno vagina's meer. We hoeven allemaal niet dat iedereen van, oh, de porno geeft alleen maar slechte dingen. Dus waarom zou je zo denken? Ja, en misschien? Het is een slecht voorbeeld. Ik wil graag even een feitje erin gooien. En dat is dat 64 miljoen mensen miljoen per dag, moet je nagaan hoeveel per dag, Pornhub, de site Pornhub, bezoeken. Want wij echt dachten van, wow, dat is echt super, super veel. Dus ja. Je bent vast niet de enige die met deze vraag rondloopt. Mm-hmm. Maar ja, zijn al die 64 miljoen mensen dan slecht bezig? Ik denk het niet. Porno, dat heeft echt best wel veel functies. Zo kan het de functie zijn dat de fantasieën die je bijvoorbeeld in je hoofd hebt, dat die eigenlijk een beetje tot leven kunnen komen zonder dat je er zelf dat moet uitvoeren. Als je zelf dingen wil ontdekken, het hoeft niet fantasie, maar als je ergens op uitkomt van, oh, dat vind ik ook... Denk ik wel lekker dat je juist ideeën kan opdoen aan de porno. Ja. Kan ook leuk zijn om samen porno te kijken. Mm-hmm. Met een partner bijvoorbeeld. Om alvast in de stemming te komen bijvoorbeeld. Dat kan ook een voordeel zijn. Zoek dan wel een filmpje uit die jullie alle twee leuk vinden. Ja. Die dat je daarna zo, ah, ik wil dat helemaal niet zien. En dan denk ik, ah ja. Dat die andere denkt, oh, haal me hier weg. Ja. Als je samen porno gaat kijken, dan... kan het voorkomen dat je er dan niet uitkomt welk filmpje je wil kijken. Dat je gewoon eigenlijk al uren bezig bent. Hetzelfde als je een film gaat uitzoeken met een pornofilmpje uitzoeken. Maar goed, dat was even. Dat is niet zo heel bindend. Het kan natuurlijk ook zijn dat het zo slecht is. Dat je dan ook geen zin meer erin hebt. Ja. Ja, je kan er ook best wel iets van bijleren misschien. Alleen je moet altijd goed in gedachten houden wat is echt en wat is niet echt. Zoals we al in het filmpje van Squirt een keer hebben gezegd. Ja. Is het ook zo dat niet al die pornostellen kunnen squirten. Maar ze doen dan water in hun vagina. Ja. Waardoor het lijkt alsof ze super veel squirten. En een penispomp wordt natuurlijk ook gewoon nog gebruikt bij de sterren. Dus dat is wel een dingetje. Bij de sterren. Bij de al die sterren. Ik kan er niet één opnoemen. Dat is ik wel. Oh, je hebt wel Blair. Ja, ik ben fan van Blair. De top 3 meest bekeken porno-categorieën zijn 1 lesbien, 2 teen en 3 milf. Gewoon even die... Even die... Die extra touch. Ja. Nee, even dat je zelf gewoon... Even de mind... Dat zocht ik. Het mindset... De mindset even van een hele drukke dag. En denk je, ik kom niet in die seksmindset. En dan zet je gewoon even porno aan. Ja, en wat ik hier ook nog wel in wil zeggen, als we het hier over hebben, dan denken de meeste kijkers, oh, dit gaat over mannen. Oh ja. Mannen die kijken porno, mannen die gebruiken het om in de stemming te komen, of mannen die googelen de gekste dingen en die denken dat het zo hoort. Ja, die hebben wildere fantasieën maar dat is niet zo. Want van die 64 miljoen kijkers per dag, wat je net zei, is 1 op de 4 vrouw. Vonden wij nog best een groot aantal. Ja, 1 op de 4. Dat is nog, die ook nog eens geregeld porno kijken. En het is ook, denk ik, ook een soort van fabel dat vrouwen alleen maar van porna houden. Ja. Want vrouwen kijken ook gewoon porno. Ja, want porna is dus de vrouwvriendelijke variant. Ik zet het even zo, omdat wat is vrouwvriendelijk, vind ik dan. Maar dat is dus dat er meer een verhaling in zit. Dat het meer opbouwend is. En dat het allemaal lief en dingen is. Maar sommige vrouwen houden ook gewoon van porno. Met alweer. Ja, sorry, dat is mijn ding, denk ik. Een populaire categorie voor vrouwen is filmpjes waarin de vrouw een leidende of dominante rol heeft. Ik wil nog wel heel eventjes zeggen, in porno, dat doen ze het vaak niet veilig, zonder condoom, omdat het beter is voor het shot. Maar we willen niet dat mensen worden aangespoord om ook zonder condoom seks te hebben, dus onveilig seks te hebben. Want die porno-sterren... De sterren, die laten zich gewoon altijd met regelmaat testen op SOA's. Hallo! Hallo! Welkom bij de kijkersvragen van deze week. Ja. Is het gek dat ik wel eens in een pornofilm zou willen spelen?
Ja, nou, in een pornofilm spelen kan best wel een fantasie zijn. Ja. Voor mannen en vrouwen, denk ik persoonlijk. Ja. En het is toch iets wat eigenlijk niet kan, misschien ook. Denk je niet? Ik denk niet dat het gek is dat je dat ooit zou willen, maar misschien uitvoeren. Dat is een andere zaak. Is ook nog steeds niet gek, maar ik denk dat het vooral de fantasie is. Want... En we hebben ook nog even, want we hebben voor jullie opgezocht of er überhaupt cijfertjes zijn. En dit is dus dat 56% van de vrouwen die porno kijkt eigenlijk aangeeft ooit wel eens over gefantaseerd te hebben om er zelf in te spelen. Ja. Dus is niet gek. Nee. Vinden we ooit iets gek trouwens. Nee, maar niet. Oké, de tweede vraag. En dan ga ik denk ik vooral jou maar het woord geven. Maar... Want ik weet er alles van. Anna, waarom hebben mensen anushaar? Ik vind het maar irritant. Niet jij, maar de mensen die dat vragen. Jezus. Nou, het heeft dus wel functie. Dus of je het fijn vindt of niet, laat het even gewoon lekker staan. Maar allereerst is het goed om de juiste geuren die een mens afgeeft, om die in de neus van de ander te laten komen en te behouden bij je lichaam. Dus eigenlijk alle juiste lichaamsgeuren die je wil hebben en dat... Kan je misschien moeilijk voorstellen bij anushaar, maar er komen toch wel geuren uit die je stiekem heel lekker vindt. En misschien moet je er wel even bij zeggen dat dit ook ontstaan is toen we vroeger nog op vier handen, twee voeten liepen. Dus dat de anussen continu in de lucht, onze kont natuurlijk ook in de... Dus dat is nummer 1, het houdt de juiste geuren vast. Daarnaast is het ook omdat je billetjes tegen elkaar zitten, houdt dat haar zeg maar het tegen dat het te veel gaat schuren. Ah. Dus het houdt je billetjes baby zacht. Weer wat geleerd? Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie volgende keer weer leuke vragen voor ons. Ja. Vergeet deze niet te stellen. Op seksologen in spee. Nou, vroeger was het meer als je naar porno keek dat het een ander slag mensen was. Ja, dat dus was er waren het echt mensen die eigenlijk niet zo'n girl next door, maar zo'n blonde vrouw met hele grote borsten... Koudschoren vagina en helemaal altijd geil ook. Altijd helemaal En de mannen waren helemaal zo. En een beetje dat stoeipoes effect. Je wilde je er ook niet mee identificeren. Dat was zeg maar gewoon de porno actrice en acteurs waar je dan naar keek. Ja. En nu is het denk ik wel steeds meer de kant op aan het gaan dat er de gewone mens in de porno komt. En eigenlijk is dus wel degene die je kan tegenkomen met de avondje stappen of die naast je woont bijvoorbeeld. Ja. Maar dat betekent wel dat het verschil tussen echt en realiteit wordt steeds wat vager. Zeg maar. Want heel veel jongeren die zeg maar nog niet seksueel actief zijn, die kijken wel porno en die denken, hé, dat meisje ziet eruit als een meisje uit mijn klas. Die wil wel keihard porno als die blijkbaar in zo'n categorie zit bijvoorbeeld. En dat is iets waar we natuurlijk wel voor uit moeten blijven kijken. Dat mensen niet moeten vergeten dat het ook het werk is van die mensen die dat maken omdat wij het allemaal leuk vinden om te kijken. Ja. Of opwindend vinden om te kijken, maar dat het niet betekent dat elke vrouw die er zo uitziet of man zo is. Porno is geen weerspiegeling van de realiteit. Nee. Het is hetzelfde als dat je in een film kijkt waarvan je denkt, nou, dit is allemaal veel te leuk of mooi om waar te zijn. Of too good to be true. Ja, of het kan of dit kan echt niet. Eigenlijk moet je het in hetzelfde genre zetten. Maar omdat het is wel lastig trouwens, omdat je daar zo opgewonden van wordt. En dan. En het zijn echte mensen, of je moet een heel andere categorie porno kijken. Kan ook. Ja, of animatie of zo, kan ook allemaal. Ja. Alleen, dat is denk ik, je ziet echte mensen die echt seks hebben, voor hoever het dan... Echt is. Ja, en dat is lastig, want je moet echt van echt onderscheiden. Ja, dus ik denk... Dus is het erg als ik porno kijk? Nee. Ik hou het wel een beetje met mate. Ga niet elke vrije minuut die je hebt filmpjes kijken, want ik denk dat het je leven dan wel een beetje gaat belemmeren. Het is erg zodra het je leven op werk, familie, vrienden en liefde beïnvloedt. Negatief. Ja, en dat je dus niet meer zonder kan. Ja. Maar als dat allemaal niet het geval algemeen is het gewoon heel gezond om porno te kijken. Ja, zullen we daar maar mee afsluiten dan? Ja. Doei! Doei!